Nou, het is maandag 9 november, 6 uur tijd voor Body Pump. Ik heb twee keer goed nieuws voor jullie. Punt nummer 1. Ik laat vandaag nog één keer de les zien met losse gewichten. Maar als je thuis zit, als lid van Olympic Gym Amsterdam, heb je de mogelijkheid vanaf morgen om materialen te lenen, waardoor je de Body Pump les kunt doen zoals je gewend bent om te doen. Dus om een stang, met gewichten en met een step. Jullie krijgen vanavond een mail. Dus check die even, er staan wat tijden in waarin je de spullen zou kunnen ophalen en in de borg die je zou moeten voldoen. Krijg je hem nog niet in je inbox om 11 uur vanavond, ik noem even wat. Kijk dan even naar je spamfolder of je reclamefolder. Soms komen ze wel eens daarin terecht. Tweede goede nieuws waar ik het over wil hebben, het is 9 november, zei ik net. Cijfers beginnen behoorlijk te dalen als het gaat om besmetting. Dus laten we hopen dat het zo doorzet en dat we binnenkort weer met jullie allemaal in de zaal kunnen meedoen, zoals deze twee heren die ik vandaag bij me heb. En dat zeggen we wel eens vaker. Wil je een keertje meekomen doen? Mail naar dion@olympicgymamsterdam.nl. De lijsten die gaan nogal hard voor de nabije toekomst. Dus wees er snel bij als je nog zou willen. Er zijn hier en daar nog wat plekjes vrij. En dan kun je gewoon lekker met ons meedoen, zoals je dat altijd gewend bent. Oké, genoeg daarover. We gaan lekker starten. Dus, ik demonstreer met twee losse gewichten. Dus als je je zandflessen, je waterflessen dergelijke hebt, heb je de beschikking over de materiaal die je gewend bent. Prima. Wat ik met twee schijven kan laten zien, zou je ook met twee dumbbells kunnen doen. Of twee kettlebells, ik noem even wat. Dat werkt op zich prima. Let's go. Ik zet muziek aan. Dus we beginnen met voet onder heupen. En dan je armen langs je lichaam. En dan de borst omhoog. Schouders naar achter en omlaag. En de eerste techniek waarmee we beginnen is onze deadlift. 2 om 2, dus voorover. En dan kom je weer overuit. En dan doen we rustig en vloeiend. En zoals in de omschrijving staat, vandaag concentreren we het meer op vloeiend bewegen, continu. Dus we gaan naar upright row, trekken we naar de borst. En dat doen we zodat we de tijd onder druk op de spieren wat kunnen optimaliseren. En dus eigenlijk, terwijl je dezelfde training doet, het wel effectiever doet en efficiënter. Hè? Nog één zwem. Oké, we doen een combinatie. We beginnen met deadlift, single. En dan upright row naar de borst, single. Abba. Dus één keer naar de knieën. En dan één keer naar de borst. Even lekker doorgaan, dus één keer naar de knieën. En één keer naar de borst. Dan doen we in feite hetzelfde. Maar die upright row, die vervangen we met een high pull. En dat is eigenlijk hetzelfde, maar dan gooi je de hiel even los. Focus bij de techniek op het recht houden van je rug. En de borst omhoog. Abba. Nog één swing. We gaan weer terug naar onze deadlift. 2 om 2. Rustig voorover. En rustig overeind. Dus je begint met het naar achteren duwen van de heupen. En dan stop je ter hoogte van de knieën met de handen. Nog één swing. Goed zo. Gaan we dus weer naar die upright row. Dus richting de borst. En dan weer terug naar de benen. Dus leid de beweging met de ellebogen. En die stoppen er net onder de schouders. Hey, nog één swing. Hey, we gaan een single tempo. Clean and press. Dus je vangt op. Stoot uit. Trek in. Laat weer zakken. 4 fases. Dus 1, 2, 3 en terug. Goed zo. Daar doen we nog eentje van. Alleen omhoog. Hey, achterlangs met de stang. Op deze stapelen. Single squat. Neer. En op. Dus we hebben de voeten op. Schouderbreedte. En dan een kwestie van zitten en staan. Goed, er nog 2. Dan stap je linkerbeen naar achter. Dan krijg je singles lunge. Neer en op. Dus je achterste knie naar de vloer. En je voorste knie blijft licht gebogen boven. Nog 2 keer. En de laatste. Oké, stop. Stap erin. Pak de gewicht weer naast je of voor. Geef je een rol met de schouders. Slow row. Dus eerst naar de knieën. Dan trek je hem richting de buik. Dan weer laten zakken. En dan kom je weer staan. Doe op single tempo. Daar gaan we. Naar beneden. Trek. Laat zakken. Kom weer staan. En dan in die eerste fase mag je een beetje buigen in de knieën. Want dan blijft je borst wat hoger. Dat is wat prettiger. Gaan we naar triple row, dus 3 keer trekken. Blijf laag voor 3. Dus weer nog 2. Dan hebben we er nog eentje. En dan kom je staan. Dan doen we die nog 1 keer. Dus 3 maal. En 2 maal. En nog 1. Kom je weer overeind staan. Laat de schouders weer zakken in achter. 2-2, deadlift. En weer omhoog.
Wij gaan doen is die ronde die net deed, die doen we simpelweg nog een keer. Nog eentje. Dus nu weer naar upright row, trek hem naar de borst, omhoog. En laat zakken. Ook hier al beginnen met het vloeiende ritme pakken dat ik eigenlijk non-stop in beweging ben. Nog één swing. Dus we gaan weer terug naar die clean and fresh, single tempo. Dus je vangt op, stoot uit, trek in en laat zakken. Buig, duw en buig met de benen, dus ook je benen zijn actief in deze techniek. Nog één keer. Oké, dan gaat hij weer achterlangs of stapelen. Single tempo squat. Yo, neer en op. Dus als het goed is, wijs je je tenen niet naar buiten. Zorg dat je knieën richting de tenen wijzen. Dus nu stap je rechterbeen naar achter voor de single lunge. Dus 8 maal. En 7. Een grote stap naar achter en dan komt je knie dicht bij de vloer. Dichtbij. En de laatste. Goed zo, stap erin. Handen weer langs je lichaam. Weer even een rol met de schouders. Dus geef me de slow row. Dus eerst naar de knieën. Trek naar de buik. Laat weer zakken. En overuit. Single tempo. Daar gaan we. Laag. Trek. Laag en weer staan. Dus wanneer je trekt, even knijpen tussen de schouderbladen. En gaan we naar triple row. 3 keer trekken. Dus bovenlichaam stil. Knijp tussen de schouderbladen. Knijp. Nog 1 keer. Kom hier weer staan. Doe die nog 1 keer. 3 maal. En 2 maal. En de laatste. Kom op, vriend. En stop. Abba, leg neer. Goed. Dat was de opwarming. Gaan we van opwarming door naar squat. Dus, als je de beschikking hebt over meer gewicht, dan kan je dat voor deze gebruiken. De richtlijn is om je warming-up gewicht te verdubbelen minimaal. En dat zou je ook kunnen oppakken door, hè, als je geen stang hebt, bijvoorbeeld door een rugzak met wat gewicht te vullen. Zakken aardappelen, boeken, weet ik veel wat je allemaal thuis hebt liggen. Gooi het er maar in. Het moet op zich wel prima te doen zijn. Hè? Goed, met de losse gewichten die ik heb, laat ik 2 opties zien. En dat laat ik onderweg zien. Ik heb in de warming-up heb ik er al 1 gehad. Die andere die demonstreer ik zo meteen ook even. We beginnen met de hielen op schouderbreedte. En dan begin ik eerst met deze optie. Zo. Dus onder de kin. En als je een stang hebt, heb je hem achterop op het vleesige gedeelte van de schouders. Super slow squat. Langzaam. 4, 3, 2, 1. Langzaam staan. Doe er nog 1 keer van. Je volgende ritme wordt snel omlaag en vast. Laag stap, blijf laag. En dan rustig omhoog. Dus laag en stop. Blijf daar beneden. En dan rustig omhoog. En terwijl je beneden bent, duw je borst omhoog. Kijk, je bovenlichaam is een beetje voorover en dat is normaal. Maar duw erbij je borst omhoog. En het behouden van de stabiliteit vanuit je middel en in je houding. Nog 1 swing. Je komt een combinatie. 2 om 2. Rustig neer. En omhoog. Nog 1 keer. En dan doen we dit nog 1 keer. Dan krijg je bottom half single. Laag en half. Laag en staan. Rustig neer. En op. Nog 1 keer. En dan weer die bottom half. Blijf laag. En dan weer door omhoog. Nog 1 keer. Na, 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 na. Nog 1. En de bottom half. Meteen door naar laag en vast. Laag stop. Blijf laag. Rustig op. Kijk, en dan hadden we het over het vloeiende bewegen. Dus hier vasthouden, vasthouden. En dan nu rustig omhoog. Dat je niet te snel bovenin bent. En ook dat is weer om die tijd onder druk optimaal te houden. En voor meer effect van de training. Oké, gaan we naar de combo. 2-2, rustig. En op. Pak ook hier het vloeiende ritme. Non-stop bewegen. Bottom half single. Laag en half. Laag en staan. Rustig. En op. Laag 2, 3, 4. Op 2, 3, 4. Bottom half. Oké, nog 1 keer. Klaar. Non-stop bewegen. Constante druk. Bottom half.
En stop. Oké, iets breder. Heel uit. Tenen uit. Gaan we super slow. Langs omhoog. Snel omlaag en vast. Laag stap. Ja, dan had ik het over twee opties. Dit is de tweede. Heb je in elk hand een apart gewicht. Dan is het zwaartepunt van het gewicht is wat lager. Zorg alleen goed dat je borst omhoog duwt wanneer je laag bent. Want je lichaam wilt graag voorover. Combo. 2-2. Rustig neer. En op. Opnieuw. Nog één keer. En dan weer die pot omhoog. Blijf laag. En dan door omhoog. Nog een keer. Blijf die knieën richting de tenen duwen. En weer pot omhoog. Laag en half. Pak weer dit vloeiende ritme. Non-stop bewegen. Nog één. En weer pot omhoog. Meteen door. Laag en vast. Laag stop. En rustig op. Maar er zit meestal een beetje het punt dat het wat serieuzer gaat worden. Maar je hebt 3 rondes gehad. Je hebt er nog 2 te gaan. Ja, na, 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 na. Oeh, nog eentje. Oké, daar komt weer, die combo. Ja? Begint dus met 2-2. Rustig vloeiend. En op, nog een keer. Nog één keer. En dan de bottom half single. Laag en half. Laag en staan. Rustig. Goed zo, nog één. En weer de bottom half. Nog één swing. Ja, blijf in die vloeiende beweging. Bottom half. En stop. Oké, nog één tandje breder. Hiel uit. Tenen uit. Super slow. Langzaam. Langzaam omhoog. Snel omlaag en vast. Laag stap. Kijk, en meestal als je iets breder gaat staan, zullen de tenen nog iets meer naar buiten wijzen. Dus duw ook de knieën daarin mee naar buiten. Zal je ook merken dat dit iets makkelijker wordt om je borst hoog te houden. Blijf die knieën naar buiten duwen. Laag stop. Vast, vast, vast. Rustig op. Combo. 2-2. Rustig. En op. En weer. Nog één keer. En dan de bottom half. En opnieuw. Kom, kom. Hier komen die laatste loodjes. Wordt wat pittiger hier. Bottom half. Laatste keer de combo. Blijf vloeien. Blijf vloeien bewegen. Niet te snel omhoog. Bottom half. Gaan we door een super slow. Langzaam. 4, 3, 2, 1. Langzaam staan. Nog zo één. En stop. Goed zo, gewicht neer. Goed zo. Dus dat was onderlichaam met squats. Dan gaan we naar bovenlichaam. Beginnen we met borst. Dus gewicht om te hanteren. Zal iets lichter zijn dan wat je net hebt gedaan. Dus standaard zeggen we dat er ongeveer 1/3 van gewicht afgaat. Als je 2 losse gewichten hebt, dan pak je de 2 waar je de warming-up mee deed of een fractie zwaarder. Heb je een bankje, heb je een step thuis, dan kan je die uiteraard gebruiken om op te liggen. Ik laat hem liggend zien alsof je hem niet hebt. En wat ik al zei, je kan vanaf morgen keuze lenen. Dus check je mail vanavond. Oké, dus we komen in een liggende positie. En dan als je 1 object hebt, dus de stang, die zou je dan breed pakken buiten je schouders. Als je losse gewicht hebt, zoals ik heb, dan begin je hier met je handen boven de schouders. Dan ga je die neerwaartse beweging wijd, want dan blijven de handen boven de elleboog. En dan stoot je weer uit naar net boven je schouders. Dus er zit een soort van boogbeweging in. Dat is eigenlijk het enige verschil tussen de 2. Daar gaan we. Liggende positie. Schouderbladen neer, borst omhoog. Beginnen we in 2-2, dus rustig neer. Rustig op. Kijk, en als je op de grond ligt zoals ik, dan kan je ook eigenlijk niet te diep gaan, hè? Want dan raak je de grond. Volgende ritme wordt 3-1, dat is langzaam laag. 3, 2, 1, versnel omhoog. Vertraag. Kijk, en je versnelt wel, maar je versnelt met controle.
Dus armen licht gebogen. Zo ga je lekker door. Dus terwijl je naar beneden gaat met de armen, hou je de borst opgetild. Dus je hou je hoog. Dus je drukt eigenlijk de bovenarmen richting elkaar. Dan gaan we een super slow, dus langzaam. 4, 3, 2, 1, langzaam omhoog. 3, 2, ook hier die vloeiende beweegwakken. Langzaam, langzaam, langzaam. Ook langzaam nog, langzaam. En dan de triple pulse onderin. Voor 3, 2, 1 en omhoog. Dus gaat laag, laag, laag omhoog. Laatste keer. Gaan weer terug naar 2 om 2, dus rustig laag. Laag, 2, 3, 4. Op 2, 3, 4. Dus meteen weer dat vloeiende ritme pakken dat je eigenlijk non-stop beweegt met het gewicht. Non-stop. Snel omlaag en vast. Dus laag, stop, stop, stop. Rustig omhoog. Laag, stop. En dan rustig omhoog. Goed zo, nog één swing. Gaan we naar de super slow. Dat is langzaam. Gaan we. 4, 3. Dus ook langzaam omhoog. Langzaam. 4, 3, 2, 1. Langzaam naar beneden. Langzaam, langzaam. Ook langzaam omhoog. En dan weer door naar triple pulse. Daar gaan we. 3, 2, 1 en omhoog. Goed zo. Nog twee keer. Hey, man. Laatste keer. Dus we gaan weer naar 2 om 2. Dus rustig. Laag 2, 3 en 4. Op 2, 3 en 4. Dus nogmaals, blijf in dat vloeiende ritme. Non-stop bewegen. Dan weer naar triple pulse. Daar gaan we. 3, 2, 1 en omhoog. Make me sway. Wat is er nog één swing? Hey mensen, we gaan wat leuks doen. Kom overeind. We gaan opdrukken. Dus push-ups. Handen breder dan je schouders. Rug is lang. Beginnen we in 3 om 1. Dus langzaam. 3, 2, 1 en omhoog. Dus langzaam naar beneden. Versnel omhoog. En probeer hierbij je rug lang te houden. Dus terwijl je omlaag gaat, kom je eigenlijk iets naar voren. Dus je hoofd komt letterlijk iets voor de lijn van je handen terecht. Onderin, hè? Ook hier weer super slow, dus langzaam. 4, 3, 2, 1. Langzaam omhoog, langzaam, langzaam. Blijf duwen in de vloer. Goed je lichaam wegduwen, langzaam. En dan weer triple pulse, daar gaan we. 3, 2, 1 en omhoog. En als je uitdaging zoekt, kan je er uiteraard een paar op je tenen doen. Geen probleem, dat maakt het smaler. Laatste keer. En stop. Hey, we komen weer liggen. Abba. Gewicht erbij. De spang of twee losse gewichten. Gaan we naar 2-2. Rustig laag. Rustig op. Zij begonnen aan de laatste ronde. Hè? Snel omlaag en vast. Dus laag stap. Rustig omhoog. Snel omlaag vast. En rustig op. Vooral dat rustig omhoog. Hè? Dat is weer in die trant van het vloeiende bewegen. Super slow. Langzaam. 4. 3, 2, dus ook echt langzaam omhoog. 4, 3, 2, 1, dus langzaam, langzaam. Ook langzaam omhoog. En dan weer die triple pulse, daar gaan we. 3, 2, 1 en op. Dus vloeiend en gecontroleerd. Dus weer die licht gebogen ellebogen boven, hier licht gebogen. Gaan we naar 2-2, rustig ritme. Laag 2, 3 en 4. Op 2, 3 en 4. Rustig. Ook hier rustig. Non-stop bewegen weer. Nog steeds. En dan weer die triple pulse. Blijf laag. En omhoog. Opnieuw. Make me sway. Laatste keer. En stop. Overend. Mooi. Dus dat was borst, oftewel bovenlichaam, voorkant in, want daarmee duw je van je lichaam af. Dus gaan we nu naar rug. Dat is waarmee je naar je lichaam toetrekt en waarmee je bovenlichaam overeind zet.
Dus die technieken die komen hierin voor. Dus als we kijken naar het te hanteren gewicht, wellicht hetzelfde als wat je net had of een fractie zwaarder. Als je niet heel veel keuze hebt, dan heb je natuurlijk weer twee losse gewichten. En dat is allemaal prima. De intensiteit, in deze zit er vooral in de combinatie en in de powerfase die aan het einde van een blok zit. En we herhalen dat 3 keer. Dus we beginnen zoals in de warm-up. Dus handen net naast de heupen, borst op met je voeten onder de heupen. Gaan we eens even daarmee aan de slag. Dus we hebben de knieën zacht. We hebben de borst omhoog. Dan trek je je schouders naar achter en omlaag. Daar. We beginnen met deadlift. Doen we in 2 om 2. Dus voorover en overuit. Rustig en continu weer bewegen. Dus non-stop in beweging blijven. Gaan we naar de single row. Dus eerst naar de knieën. Trek naar de buik. Naar de knieën en dan weer staan. Dus laag, trek, laag en staan. En dan mag je een klein beetje door de knieën buigen in die eerste fase. Triple row, 3 keer trekken. 3 en 2 en 1. Kom je weer staan. Doen we die nog een keer, dus 3 maal. En 2 maal. Nog 1. Oké, combinatie. Clean and press. 1 omhoog. In, uit en in. En dan de row naar beneden. Laag, trek. Dus 1 omhoog. In, uit en in. En dan 1 omlaag. Laag en trek. Dus hier, dicht bij je lichaam houden. En ook bij deze, dicht bij je lichaam houden. Dus hier, dicht bij je bovenlichaam. En hier heb je hem dicht bij je onderlichaam. Gewoon doorgaan. Klaar. Ook je benen. Buig, duw en buig. Weet je nog in de warm-up? We hadden het over dat ook de benen actief zijn in deze techniek. Doe nog 2 keer die combo. Klaar. Hoppa. En naar beneden. Goed zo, doe er nog 1 van. In, uit en in. 1 omlaag. En stop. Leg neer. Heel even, 1 seconde of 10. Even ontspannen. Dus dat is ronde 1 van 3. Ja? Pak vast. Rechtop staan. Beginnen met deadlift. 2-2. Rustig voor. Rustig op. Dus weer voorover. En weer overuit. Focus op het lang houden van je rug. Single row. Dus je gaat laag. Trek. Laag en staan. Dus hier beneden. Knijp dus de schouderbladen. Dat is wanneer je trekt. Dus hier knijp. Leid met de ellebogen naar het plafond. Triple row. 3 keer. Dus 3. Bovenlichaam stil. 2. Nog 1. En dan weer staan. Nog een keer. Hey, komt die combo in. Clean and press. 1 omhoog. Naar beneden. Single row. Laag. Trek. 1 omhoog. In. Uit en in. 1 omlaag. Laag en trek. Even omhoog. Doe er nog eentje van. Dan komt de leuke fase. Alleen clean and press. Non-stop. Dus omhoog. Wel eens terug. En dan weer omhoog. In. Uit en in. Begin de clean and press als een high pull. Dus dan hielen los. Schouders achter. Dus hier. Los en neer. Dus momentum meegeven. Vanaf je onderlichaam. Dus geef het momentum. Los en neer. Laatste keer. En stop. Leg neer. Goed werk. Als het goed is, ga je een beetje meer hijgen. Hartslag gaat dus verder omhoog. We doen hem nog 1 keer die ronde. Pak vast. Rechtop staan. Deadlift. 2-2. Rechtop. Rug is lang. Dus geef me die single row. Laag. Trek. En dan wanneer je trekt, echt je bovenlichaam stil houden. En dan goed knijpen achter in je lichaam. Dat is waar de rugspieren hun werk doen. Triple row. 3 sets. 3. Trek. 2. Trek. En 1. En weer staan. Nog een keer. 3 maal. En 2 maal. Combo weer. Clean and press. 1 omhoog. Single row. 1 omlaag. Goed zo. Dus 1 op. Buig. Duw en duig. 1 omlaag. Laag en trek.
Hij kan ook eens een vierfase beweging. Ook daar zit een vloeiende beweging in. Tijd onder druk optimaliseren. Alleen clean and press. Omhoog. In, uit, in, terug en dan weer. Op. In, uit en in. Gebruik je benen goed. Buig. Duw en buig. Begin met die hielen los. Los en neer. Geef hem momentum. Haba. Nog twee keer. Hier is de laatste. En stop. Klaar. Goed zo, ontspannen. Misschien even tijd voor een slokje. Goed. We gaan naar de armen. We doen vandaag de gecombineerde track, waarbij we zowel triceps als biceps in één track samen trainen. Dus wat je nodig gaat hebben aan materiaal zijn twee losse gewichten. Relatief licht. Dus als je beschikking hebt over lichter dan wat je net hebt gedaan, dan zou dat kunnen. Ik denk dat het dezelfde twee zouden kunnen zijn waar je de warming-up mee hebt gedaan. We beginnen deze track in tricep push-up positie. Dus dat is hetzelfde als die push-ups die we net eerder hadden. Alleen in plaats van handen breed, dus buiten de schouders, heb je de handen smaller. Heb ik het over schouderbreedte. Exact. Dus als je dan die losgewicht een beetje hier in de buurt hebt, dan gaat alles mooi vloeiend. We proberen de pauzes kort te houden, want we doen al twee voor de prijs van één eigenlijk. Goed, laat ik hem even van de zijkant zien. Dus focus hier op het lang houden van de rug. Met de handen onder de schouders dus. Oh, tot goede muziek aanzetten. Anders gaan we heel wat anders doen. Die moet ik hebben. Haba. Foutje, bedankt. Dus, goed steunen op de handen. Heb ik het over de, zeg maar, de onderkant van de handen. Daarmee wil je wegduwen. Tricep push-up, super slow. Dus 4, 3, 2, 1. Langzaam omhoog. Dus probeer je ellebogen dicht bij je ribben te houden. Hè? Dicht bij je ribben. Even omhoog. Combinatie. Twee single push-ups. Dus 1. Nog één. Dan kom je op je tenen. Mountain climb. 4, 3, 2. Dan weer de push-up. Eenmaal. Andermaal. Dan weer de mountain climber. Dus grote kans dat ik hier even de knieën neerzet. En dan kom je nu op je tenen. En dan weer 4, 3. Laatste keer. En mountain climber. 4, 3. Oké, kom staan. Met de gewicht in je handen. Borstjes op. Bicep curl. 2 om 2. Dus buig en draai je handen in. En dan weer terug. Dus je draait je handpalmen. Als je omhoog gaat. Richting de schouders. En dan weer ritme. Vloeiend. Op 2, 3 en 4. Laag 2, 3 en 4. Dus ook de weg naar beneden. Dan moet je een beetje vertragen. Een beetje tegenhouden. Dat je niet te snel beneden bent. Hè? Tijd onder druk. Gaan we naar de triple pulse. Halverwege. 3, 2, 1 en omlaag. Dus 3, 2, 1 en omlaag. Ook hier draai je de handen in. Dus je handpalmen wijzen omhoog. Ga door. Kijk, is je toch een beetje verneinigd deze fase. Hè? Nog één keer. Hé, hey, maak je klaar. We gaan weer naar de vloer. Kom naar beneden. Handen onder de schouders. Rug is lang. Tricep push-up. 2 om 2. Dus rustig neer. Rustig op. Nog een keer. Komen we weer naar 2 singles. Daar gaan we. 4, 1. Nog één. Op je tenen. Mountain climber. 4, 4, 3, 2. Push-up. Mountain climber. Kijk, zoek je een uitdaging. Maar dan blijf toch lekker op je tenen. 1 en 2, mountain climber. Doe je die nog één keer? Alleen de push-ups. Dan kom je staan. Pak je schijf hier. Abba. Extension. 8 maal. 7 maal. Nog 4 maal. Nog 3 maal. En stop.
Pak de gewichten weer los. Abba, buig 2-2. Nee, meneer. Rustig en vloeiend. Dus terwijl je de onderarmen hier beweegt, probeer de bovenarmen zo stil mogelijk te houden. Zodat je eigenlijk alleen vanuit de ellebogen buigt en weer terugstrekt. Je beweegt over één gewricht. Triple pulse, halverwege. 3, 2, 1 en omlaag. Dus je probeert deze net boven de helft en net onder de helft te krijgen. Daar zit je bereik. Dus in totaal een beweging van ongeveer 6 centimeter. 3 centimeter erboven, 3 centimeter eronder. Laatste keer. En stop. Oh ja, leg die weer neer. Kom weer naar de push-up. Laatste ronde gaat beginnen, hè? Laatste fase. Handen onder schouders. 2-2. Tricep push-up. Laag. En op. Nog één. Terug aan de combo. Twee singles. Kom aan. En dan mountain climb. Op je tenen. 4-3. Nog een keer. Als je ook die mountain climb ziet op je tenen kan, dan doe je 1 en 2. Dan blijf je dus op je knieën. Maar dat doe je dus twee maal. Eerst de ene knie en dan de andere knie. Ja? Dus zo kan je de variant kiezen om op je knieën te blijven. Nou, blijf je geknield, pak je gewicht boven je hoofd. Single extension doen we dus 16. Dus nu nog 15. Goed buigen. Ook hier bovenarmen stil houden. Gewoon doorgaan. Het zijn er nog 8. Daar gaan we. 8 maal. 7. Vier, nog drie, bijna, de laatste, en stop, goed. Mooi werk. Volgende wat we doen is nog een keer terug naar onderlichaam. Dat doen we dan met lunges, gecombineerd met wat schoudertechnieken. En wellicht is het verstandig voor deze om iets lichters te pakken als je dat in je bereik hebt. Mocht je onderweg ontdekken van het gewicht wat je hanteert is iets te enthousiast, dan laat ik een optie onderweg zien, want we combineren lunges, dus onderlichaam, met schouders. Nou, die schouders zullen waarschijnlijk eerder protesteren dan je onderlichaam. Dus dan hebben we een manier om toch door te gaan met je onderlichaam, zonder dat je per se al het gewicht neer hoeft te leggen. Dus laat ik onderweg allemaal zien. Uiteraard is je optie om alleen met lichaamsgewicht te werken. En dan alleen met losse armen mee te wegen. Dat kan uiteraard ook. Zo kun je voor jezelf de optimale balans vinden tussen de weerstand, gewicht en het volhouden van het nummer. Goed, dus pak in elke hand een gewicht. Dan begin je splitstand. Dus stap even voor je gemak je linkerbeen naar achter. En dan heb je dus rechts voor. Zo, mooie grote stap. Voorste knie is al wat gebogen en je armen 90 graden gebogen. Super slow lunge en dan tegelijkertijd side rest. En dan weer terug. Dus je zakt omlaag. En tegelijkertijd hef je de armen omhoog. Hey, dat is even wennen, want je lichaam gaat omlaag terwijl je armen omhoog gaan. Dat voelt een beetje apart aan in het begin. Gaan we naar 3 omheen. Dus langzaam. 3, 2, 1 en terug. Langzaam laag. Versnel omhoog. Gewoon doorgaan. 3, 2, 1. En ook hier weer dat vloeiende bewegen. Non-stop. 3, 2, 1. Nog één swing. En gaan we naar single tempo. 16 sucks. Klaar. 16. Kijk, deze single tempo's is een mooie gelegenheid om misschien je armen even stil te houden en dan te concentreren op je onderlichaam. Hè? Maar als je denkt van nou, dat gaat eigenlijk nog wel, dan kan je ze er altijd bij houden, geen probleem. Zorg alleen dat je diep zakt. Je komt bijna aan de vloer met je achterste knie. En stop, even relax. Even 10 tellen. We gaan nog in met hetzelfde been voor. Ja? Dus goed voor, grote stap naar achter, handen naar je oren,
2 om 2 press. Je stoot uit omhoog, terwijl je omlaag zat. En nog steeds geldt, diep zakken. Dan snel omlaag en vast. Laag, stop. Rustig op. Snel omlaag, vast. Kijk, en dan wil je de elleboog hier licht gebogen. Je ziet overstrekken. Licht gebogen. Goed zo, mooi stabiliseren. Dat het gewicht hoog is. Mooie oefening ook voor de spanning in je core, in je middel. Ja? Single, 16 keer. Daar gaan we. 16. En 15. En nogmaals, je optie is handen laag houden en dat diepzakken. En dan een andere optie, waar ik het over had, gewicht neerleggen. En dan alleen met lichaamsgewicht en nog steeds de focus op de diepte van de beweging. Diepzakken. Nog 3. Nog 2. De laatste. En stop. Oké, zijn we halverwege. Zijn we pas halverwege of al halverwege? Ik laat het aan jou over. Ander been voor. Armen gebogen. Super slow. En dan weer die vloeiende, continue beweging pakken. 4, 3, 2, 1. Langzaam op. 3, 2, 1. Non-stop. 3 om 1. 3, 2, 1 en op. En terwijl je omhoog versnelt, houd deze knie licht gebogen. Dus je voorste knie licht gebogen. Dat je niet helemaal doorstrekt. Je wilt hem een beetje gebogen houden, want er blijft er meer druk op benen en bilspieren. Nog één swing. Daar gaan we. Single tempo. Klaar. 16. En 15. En wanneer het nodig is, heb je altijd de optie om je handen laag te houden. Maar blijf doorgaan met het onderlichaam. Aba. Kijk, in het onderlichaam zitten de grotere spiergroepen. Die houden dat langer vol. Nog 4 maal. Nog 3 maal. De laatste. En stop. Even relax. Oké, dus nog 1 blokje te gaan. Hetzelfde been voor. Grote stap weer. Handen naar voren. 2-2 met press. Goed zo, dan weer diep zakken, diep. Snel omlaag en vast. Laag vast, vast. Rustig op. Laag vast. Dus weer even die tijd onder druk optimaliseren. Sneller bovenin zijn, dat is makkelijker, ja dat klopt. Maar dat is niet optimaal. Oh, nou begint hij lekker te zeuren. Hè? Nog één keer. Gaan we naar. Single tempo. 16. 16. En 15. Diep blijven zakken. Diep. Dus als het nodig is, prima. Laat je handen zakken. Diep. Is het nodig, leg het gewicht neer. Maar diep. Goed diep zakken. Zodat je meer die bilspier aan het werk houdt. Je bent er bijna. Nog 4. Nog 3. De laatste. En stop. Even relax. Goed werk. Gewoon voorbereiden voor de buikspieroefeningen. Dus we doen deze liggend op de grond. Dan heb je de optie om een gewicht te gebruiken. Maar dat is niet noodzakelijk. Als je een gewicht gebruikt, laat ik dat even zien. Dan zet je hem in de buurt van je voorhoofd. Hier dus. Anders heb je de handen aan de zijkant van je hoofd. 2-2. C-crunch. Dus rol op. Rol weer uit. Dus zowel je bovenlichaam als je onderlichaam tegelijk. Gaan we snel omhoog en vast. Op en stop. En dan rustig neer. Dus snel omhoog en vast. Rustig omhoog. Rápido la mente se lee, pide un polvo rosa de su que la pone.
record zag. En dan zachtjes de vloer raken met je voeten. Gaan we naar 3 om 1. Dus langzaam 3, 2 even vast en dan terug omlaag. Dus langzaam omhoog, even vast en dan weer omlaag. Door even vast te houden, hou je de bovendruk, waar het eigenlijk het moeilijkste is, langer vast. Even. Hè? Single tempo mag je daarbij uitstrekken. Dus rol in, strek uit, rol weer in, strek weer uit. Dus door uit te strekken, verleng je de hefbomen, maakt het zwaarder. En als het niet prettig voelt voor de onderrug, dan ga je weer terug naar gebogen benen en armen. Dan is het alleen een ander ritme. Nog 4 maal. Nog 3 maal. Dan gaan de benen weer gebogen. Snel omhoog en vast. Dus op en stop. Rustig neer. Dus hier vasthouden, vasthouden. En dan langzaam omlaag. 4, 3, 2, 1. Op. Hou vast. Langzaam. En op vast. Rustig neer. Draai het op. Langzaam omhoog. 3, 2, even vast. Terug omlaag. Kijk, en als je geen gewicht hebt, dan zijn je handen hier aan de zijkant van je hoofd. Is de techniek verder hetzelfde? Ja, de techniek is verder hetzelfde, de uitvoering. Nog één swing. Dus gaan we in een single tempo met uitzakken. Dus rol in, strek uit, rol in, strek uit. Kijk, wanneer je die benen van je afvoert, druk richting de vloer met onderrug en navel. Om die spanning daar hoog te houden, in je middel. In en uit. Goed zo, ga door. Nog 4 maal. Nog 3 maal. Volgende in en vast, hand omhoog. Pulse crunch bovenin. 16 keer, 15 keer. Hou de schouders los van de vloer. Loshouden en loshouden. Blijf hoog, blijf hoog. Korte beweging. 4, 3, 2 en stop. Zet je nog gewicht in je handen? Leg hem lekker aan de kant. Voetzolen tegen elkaar aan, knie opzij. Schouderbladen neer, ontspan. Knie weer smal. Strek één been uit. Trek hem richting jezelf. Voor een stretch aan de achterkant van de dijbeen, de hamstrings. Los, wissel. Dus strek uit, pak bij de kuit. Trek rustig naar je toe. Een stretch voor de hamstrings, dus hier achterin. Buig de benen, omarm de knieën. Ontspan. Dan geef even een rol voorover. Hop. Mag je komen staan? Even je energie op. Hè? Pak even vreef. Trek de hak naar de bil. Dus je heup is naar voor. De borst omhoog. Deze stretch is dan voor de voorkant van de dijbeen. Los en wissel, ander been. Dus knie in. Heup naar voor. Blijf staan, is ook handig. Ja. Goed, zet hem neer. Eén arm voorlangs. Ontspan. Blaas uit. Met been achterlangs. Elleboog op. En leun. Ontspan. En wissel, voorlangs. Trek hem door, achterlangs, elleboog op. Lekker ontspannen. Oké, okay, los, daar los. Dames en heren, goed gedaan. Mooi werk, applaus voor jezelf. Toppie. Dus even een herhaling snel. Je kan spullen lenen bij ons. Hou de mail in de gaten, die je vanavond gaat krijgen. Is het nou wat later vanavond, dan denk ik van, waar is mijn mail? Kijk even naar je ongewenste items of het niet daar terecht is gekomen. En dan kan je bodypump meedoen op deze manier. Wij brengen het naar jou toe. Maar zoals je het gewend bent met stang en gewichten. En step uiteraard. Heel graag tot de volgende keer. Blijf gezond, blijf veilig. En laten we hopen dat we jullie snel weer mogen verwelkomen hier in de zaal. Joey.